Zet hem eens op. Nou, we... Voel eens even. Wat, ja, ja, het ziet er belachelijk Lekker. uit. Heerlijk cool. Maar wat ja. voel je nu? Ja, zeker cool. Nee, ja. En dan is hij nog droger? Ja. Dus dit is puur het effect van ja. grafiet. Maar ik word ook meteen een hele uh, <laughs> stuk uh, slimmer, hè? Nou ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met een koele haarband. Zinvol of onzin? Sifan Hassans uitzonderlijke prestatie op de Olympische marathon in Parijs wekte veel beroering. Ook haar opvallende haarband, een diadeem met diamanten, viel hierbij op. Wat voor haarband was dit precies? En kan deze band jou helpen om beter te presteren in je training of wedstrijd? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey goedemorgen. Goedemorgen. Zo, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ik ben benieuwd. Voor, Wat voor mijn doen? gevoel is deze aflevering, aflevering 193 weer eens één, een, waar de essentie van deze podcast over gaat. Ik hoop het. Ja, ja er is een, uh, een dure nieuwe innovatie op de markt van duursporters. Ja. We zien in de topsport mensen ermee rondlopen. Zelfs mee winnen. Ja. En nu is de vraag. Wat is het? Ja. Hoe werkt het? En vooral, kunnen we wetenschappelijk aantonen of het ook iets oplevert? Ja. En moeten jij en ik als recreatieve duursporters dan onze tijd, energie en vooral heel veel geld aan ja. deze gadget gaan spenderen? Jij, jij hebt dat al gedaan. Nou... Ik heb, een, ik heb een klein trauma, ook uit de geschiedenis van deze podcast. Namelijk ja. in aflevering 1 hebben wij het over de vermogensmeter. En ik zal nu maar aan luister, Trouwen, luisteraars bekennen. Op dat moment had ik nog <laughs> nooit een vermogensmeter van dichtbij gezien. Uh, ik ging er naïef en enthousiast in. Maar achteraf heb ik daar toch uh, nog altijd een kleine zielenschram van. Ja. Dus ik dacht bij deze, want we weten al een aantal maanden dat we het willen hebben over de Omius-haarband. De koelband. Mm -hmm hier maar al een keer heel belangrijk gezegd. Ik heb hem inderdaad gekocht. Ja. We zijn niet gesponsord. We hebben het niet gekregen. We zijn volledig onafhankelijk in onze vlag, verslaglegging hierover. Um, ik dacht, het zal me bij deze band niet gebeuren. Dus uh, hij ligt hier. Ik zie het, Een Een ja. uh, mooi uh, vormgegeven houten doosje. En het is niet zo dat je na een triathlon gewoon even uh, in, de, in de vuilnisbak zo'n ding kan... Uh vinden. Meenemen, hè? Nee, dat, nee uh, om daar dan maar gelijk al, uh... ook die full disclaimer door te maken. Ik heb dit dus aangeschaft uh, uit het bedrijf Omius in Amerika. Uh, in dit doosje daar, daar zit dus een, 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 elastiek, uh, of een elastisch haarbandje bij, ja. wit met uh, mooi het uh, kleurige logo erop. <laughs> daar zitten aan de rubber, uh, aan de voorkant 10 rubberen vakjes met negen gaatjes. En in dit doosje, ik hoop dat de kijkers op YouTube dit een beetje kunnen zien, zitten dus 20. Een soort suikerklontjes. Ja. Nou, domino-steentje. Domino's. Hebben nou, we, uh, domino's nee, steen, nee. Nee. het is, is een het uh, is ja, suikerklontje. Klontje. Ik heb uh, ter voorbereiding op deze aflevering wat zitten meten. Ja. Hij is uh, anderhalf bij anderhalve centimeter in oppervlakte. En dan is hij zo'n acht millimeter hoog. Tenminste, torentjes. hij is één centimeter ja. hoog. Maar het torentje erop is acht millimeter, vier millimeter breed. En, en dan, een, dan staan er dus negen, negen van die torentjes, torentjes ja. op zo'n suikerklontje. En hoe smaakt die? Dat heb ik niet geproefd. Nee. <laughs> het voelt heel apart, want dit materiaal. Dat, is, dat vind ik ook interessant. En ja, we gaan nu meteen maar ja. helemaal experimenteren nee, wat is. He. Goed. Dan kom ik zo terug op de prijs. Het, het materiaal is een mengsel van grafiet. Dat mm -hmm. uh, is een vorm van koolstof. Ja. En, uh, een, een zeer goed warmtegeleidende uh, stof. Komt uit de, dat, dat is ook het, hoe ze dit bedachten. Het komt uit de processorindustrie. Ja. Als je een processor of een chip snel wil koelen, nou, dan doe je een laagje grafiet erop. Ja. En dan voert het heel goed de warmte af. Gemengd. Met wat ze dan noemen een soort hydrofiel ja. stof. Oftewel een stof die heel coating. goed water geleidt. Coating. Ja. Voelt een beetje waxachtig. Oké. Okay. Nou ja, te, kijk, die koolstof, dat klopt. Dat zit dan in een honingraadstructuur. Ja. En, uh, en is in Op dat, moleculair niveau bedoel ja, je nu. Enorm ja, een enorme goede geleider. Dus ja, allemaal losse elektronen. Dus daardoor maar elektrische geleider, maar dus ook een thermische geleider. Ja. Vandaar dat het superspul is, wat veel in computers en zo wordt gebruikt, inderdaad. Ja, het en het zet. idee is dus, ik laat voor de kijkers op YouTube wel maar even zien: dat je dus heel voorzichtig, staat ook overal bij, hè, ook in de, in de handleiding op de website van Omi, staat ja. overal, let op, let op. Super kwetsbaar, gaat snel kapot. Dus je moet dan zo deze negen torentjes door de rubberen gaatjes friemelen. Ja. En dan krijg je dus uiteindelijk een soort band. Ik zal het eens even laten zien. Het wordt ook gebruikt omdat het snel kapot gaat, het is ook smeermiddel. Hè, en uh, wat? potlood. Ja, potlood, ja, ja precies. Dus ja, dat, dan, is ook grafiek. dat geeft ook aan hoe makkelijk het er eigenlijk er ook ja, wel weer is. Er is er ook en, expliciet uh, bij: ja. je moet die band niet zomaar in je tas flikkeren. Je nee. moet het echt wel in dit doosje met ja. schuim heel goed bewaren. Nou, daar heb en je, en nog. je nog steeds gedaan, zie ik, Gerrit. Hij is ja, er nog want, keurig want, netjes om dit verhaal af te maken. Ik heb hem dus gekocht. Ja. hij is binnengekomen. Uh, de aanschafprijs was op de website 200 euro. Ik denk, okay. nou, nou is veel geld, maar oké. Okay. Experimenteer. Budget. Dankjewel, vrienden van de show. Mooie schoenen verkopen. Zeker, zeker wel. Dank vrienden van de show. Hiermee, uh, eh, ik dacht, dit is goed uh, donatiegeld. Experimenteerbudget. Maar dan ben je er nog niet. Het, dit komt uit Amerika. Dus dan zeggen ze, oh, je wil het naar Nederland verschepen. Dus goed, dan doen we daar even 50 euro verzendkosten bij. Dan heb je het wel binnen een paar dagen. Nou, oké, okay, kan nog. Toen dacht ik, 250 euro. Au. Nou, toen kwam die binnen. Maar dan ben je er nog niet. Ja. Want daar binnen, Daarnaast lag een briefje van de DHL. Of ik alsjeblieft nog 70 euro importheffing of douanekosten of tax, weet ik veel, wilde betalen. Dus in totaal heb je dus uh, voor 320 euro zo'n kwetsbaar haarbandje in je bezit. Ja, mm. <laughs> um, ah, heb je wel wat. Ja. En ik, ik herhaal het maar vast een keer, waarbij de fabrikant al zegt: let op, het ja. gaat snel kapot, maar je, geen, no worries. Je kan bij ons voor 200 euro nog weer nieuwe blokjes bestellen. Dus ja, uh, okay. 20, 20 dollar per stuk. Ja, oké. Zijn ze per stuk ook te kopen? Ga je met geen tien tegelijk? Nu overvraag je me. Maar wat het andere is, je hebt een haarband, maar je hebt kan ook een pet. ja, precies, of een bandana, geloof ik. en het gaat altijd om twintig blokjes, toch? Die zijn hetzelfde oppervlak. Ja, in die pet en in de ding. Ja, precies. En wat je dan krijgt, ik heb voor de kijkers op YouTube, voor de luisteraars, zo we het beschrijven, een foto van Sifan Hassan in de Olympische marathon. Dat heeft denk ik bijna iedereen wel gezien. Maar ook links een foto van top en professioneel triatleet Yuri Keulen. Kregen wij al veel eerder dit jaar van Guido, onder andere door. En ook in april, toen hij ja, in Singapore de ja. T100 won, uh, liep hij met zo'n ja. band op zijn hoofd. Nou, wij zagen die band natuurlijk in horen al veelvuldig. Echt? Ja, veelvuldig. Dat, ja maar Malis, die was heel. Uh, die had ja, die vraag niet niet toen, want ja. die. Vooral bij de halve triathlon. Uh, ik begrijp dat in 2019 voor het eerst bij de Ironman ze verschenen. Ja. En dat inmiddels 2023 ongeveer. Ja, één op de drie hem droeg, ja. En de beide winnaars, hem in ieder geval al op hadden, dus het, het, ja, vooral de in De ril. Triathlon... Het, het wereldkampioen, Ironman lopen ja. met zijn dingen rond. Ja. Hè? Ja. dus het, in de triathlonwereld is het al vrij normaal, maar ja, uh, de reuring die het gaf na inderdaad Hassan en daarvoor, de dag daarvoor, uh, Abdi en uh, Abdi Nage en uh, Basir Abdi. Abdi, ja, ja. Dan ineens gaan mensen zich afvragen, wat is, wat is dat voor speciale band of zo? En, uh, ja, dus in nou, de zomer van 2024 is dit een enorme innovatie. Ja. Voor de brede sportgemeente. Ja. Ik zat de Marathon op tv uh, te luisteren. Onze commentatoren hadden niet eens een idee wat het was. Maar in de triathlonwereld zullen ja. mensen zeggen: Ja, duh. Ja. Daar lopen we al een paar jaar mee ja. rond. Ja. En uh, daar hebben we het vaker over gehad. Triathlonwereld als, als inspiratiebron ja, voor innovatie ja. in de sport. Natuurlijk. Ja, dat ja. blijft uh, toch weer terugkomen. Ja. Ik vind hem niet mooi. Nee, nee. nou, dat was het eerste wat hele... ik riep. Ik vind het er belachelijk ja. uitzien. Ja. Echt belachelijk. En, okay. en ik heb hem dus gekocht. En ik kan je ook verklappen, man gedragen. Ja. In de triathlon van Venendaal. Het was Hier, best warm, hè? Toch? Ja, dat was ja, een goede warm, dag ervoor. Zo, ja. Een hele benauwde warme dag. De, de kijkers op YouTube zien twee foto's. Ja. Uh, rechts ben ik in Venendaal met het ding. Links ook nog Janine Lubbe. Is een uh, professionele vrouwelijke. Ik weet het ook. een lange stuk uit met dat ding. Zeker. Ik, bij haar dit, staat hij een stuk beter dan. Hij nou, staat ook, daar he? beter. Ze heeft veel rode lippenstift. Ik weet het niet, maar. Nou, veel ja. rode lippenstift ja. heeft ze altijd op. Uh, zij is uh, Nederlands kampioen lange afstand F T 2022 winnares van de Gelreman afgelopen ja. augustus en ze liep er ook mee, dus ik heb haar ook eens even een berichtje gestuurd van goh uh, waarom hè? hoe ben je ermee in aanraking gekomen waarom draag je hem ja. heb je, wat is het effect en wat zijn de nadelen nou laten we dat hebben we ook Juri Keulen gevraagd die gaan we later ook horen ja. laten we dat doen als we Guido erbij hebben want uh, uh, Juri komen wij mee in contact via Guido Guido is zijn trainer maar laten we nu maar even uh, nou we moeten dus afpellen werkt het is het verkoelend uh, is het het geld waard? Ja. Is het, uh, ziet het eruit? He, je, ik merk al, je hebt allerlei assen waarop je kan gaan afvragen... is dit zinvol of onzin? Jij gooit meteen de as mode erin. Mode, ik, ja, eh, ja da Daarom wil ik er naartoe. Nou, de wetenschap wil ik straks ook wel even... <laughs> <Ja>. <laughs> ik herken gaan dat ontdekken. ik uh, echt een beetje moeite had om dit ding ja. in Venendaal op te doen. Hoe werd er naar gekeken? Of, uh... Nou, de meeste ja. mensen hebben het eigenlijk zien het niet. Ik heb zelfs mensen gesproken die toen ik vol enthousiasme vertelde dat we het hier vandaag over gingen hebben, die ook zeiden oh ik heb de oh missie nee, van oh ja. Ja, ja. Dus oh ja. je moet er ook op letten om ja. het te zien. Um, en er waren ook twee mensen die wat dieper in de sport zitten, die het heel vet vonden dat ik ja. hem had. weet je wel? Want jij deed hem op, denk ik, na Bij het fietswissel ja, ja. in okay. de T2. Ja, ja. oké. Okay. En, en dan, uh, <laughs> ja. kom je al dus op iets heel praktisch. Een van de aanwijzingen ja. over hoe dit ding werkt is dat ze zeggen: je moet hem nat. Ja. houden. Ja. Je moet hem nat hebben en nat houden. Dus dat gaf mij al een logistieke nieuwe uitdaging. Ik heb uiteindelijk een soort tupperware bakje met water en ah. dan allemaal keukenpapier, want hij is natuurlijk heel kwetsbaar. Dus ik ja. heb hem natuurlijk al wel zeg maar, opgebouwd, hè? dus ik had ja. hem al klaargemaakt. Ja. En toen dus in een bakje met water en keukenpapier <laughs> nat gehouden. En dat had ik dus in de T2 liggen. Was natuurlijk helemaal gaan lekker in mijn tas ook. En zo. Ja, ja. ja, het, oh, ja. Het, is, het is maar water. Maar uh, dan heb je ook niet de snelste uh, de transitietijd. Nou, dat keer. viel hem mee. Hè? Want okay. je grijpt hem gewoon en je doet hem tijdens het ja, lopen. Je moet wel heel op. voorzichtig. En nou, af en toe voelen of al die blokjes er nog op zitten en zo of niet. Nou ja, dat is het eerste punt. Het is ja. kwetsbaar. Ja. Ja, ja, dus ik kan me al voorstellen dat je dit eerder in een lange afstand triatlon ja, of okay. marathon gaat doen en niet in een uh, korte. Ja. Dus um, nee, ja, ik, ik schaamde me deels dood. Ik heb dan twee mensen gehad, onder andere Peter van Dartel van Athlete Sports World, Die zei, oh, hij ziet er echt heel profi uit. Ja, ja. ja, Peter, maar daar ben ik niet. Ja. <laughs> ik loop met dat ding uh, gewoon uiteindelijk vier minuten dertig de kilometer, dus dat slaat natuurlijk nergens op. <laughs> uh, maar goed, ik heb dus wel uh, hands-on ervaring. Wil ik meteen weten, want dat, dat lees ik dan ook. Toen je update voelde meteen koud aan? Ja, meteen koud, ja. Ja, oké, okay, dat is al lekker natuurlijk. Hè? Het is ja. lekker, het is sowieso. Maar goed, dan, en dan blijven we even in het hoekje mode. Ik merkte, het is sowieso wel lekker om iets nat kouds ja. als haarband op te doen. Zeker. Dus wie zagen wij eerder dit jaar op het EK voetbal met een nieuwe sportgadget? <laughs> Memphis, Memphis de Pai ja. met zijn haarband. Ja. Laten we wel zeggen, je moet dit denk ik afzetten tegen, hè, je moet het vergelijken met niks doen. Ja. Met, laten we eens beginnen met, gewoon een natte zweetband op je hoofd. Of, of, of. Best wel lekker. Ja, ja dus die ervaring <laughs> vond ik al prettig. Had ik nog nooit gezien. Hoe duur eerder zou die van Memphis zijn geweest? Exact. Dat uh, is al banden. zeker ja. geen 300. Nou, die van Memphis misschien inmiddels wel. <laughs> maar je hebt natuurlijk van een paar tientjes. Daar zaten ook uh, diamantjes in, denk ik. Ja, ja, een goede zweetband. Dus ik vond het best wel prettig. En ja, Jurgen, het voelt meteen koud aan. Ja. Het is ook grappig. Uh, in alle disclaimers die Omius maakt in de gebruiksaanwijzing, uh, niet in dit plaatje, maar wel op hun website, zegt mm -hmm. ze ook. De sensatie van kou kan na vijf minuten verdwijnen, ja. omdat je, um, uh, je er aan ja. ik ik, ik als het... je hem dan verplaatst, dan nee. voelt je meteen... Als je hem dan weer nat maakt. Ja, ja, oké. Okay. Had ik ervan. Ja. Want hoe ging het? Uh, uh, de triathlon van Veendaal heeft een klein looprondje, ja. uh, 2,5 kilometer. Daar staan... Drie waterposten op 2,5 kilometer. Dus ik dacht bij die eerste, voor de zekerheid, hop, een ja. beker water over ja. mijn hoofd, goed nat houden. Ja. Toen dacht ik bij de tweede, nou, uh, dit zal wel, uh, ik loop even door. Maar toen dacht ik in dat stukje, oeh, droogt die nou wel op? Ja, ja. Droogt die nou wel ja, op, dat ben je dus ook niet? mee bezig. Ja. 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 Dus vanaf toen heb ik gewoon bij iedere waterpost een beker water over die band gegooid. Ja. Ja. Nou. Ik kan je vertellen, na afloop stond ik dus onder andere met Peter even te kletsen. Had ik dat ding van mijn hoofd gehaald. Eén, toen ik hem van mijn hoofd haalde, voelde ik meteen, wow, dit voelt een stuk warmer. Ja. En wij hadden dat ding in onze handen. Dat ding, dat ding voelt, voelt koud. echt koud. Het is gewoon een koel cool element eigenlijk. Je een kent permanent koel van... cool element. Ja. En dan moeten we er even bij zeggen voor de luisteraars. Dit, dit is dus verder helemaal dom. Hè? Je hoeft dit niet te pre-koelen. Je hoeft nee. het niet in de vriezer te leggen. Je neemt dit gewoon mee. Je maakt het nat en ja. je hebt een koude plaat op je voorhoofd. Als je maar uh, nat houdt. Nou, en, en, uh, en, ja. en lucht er langs. Ja, ja, dus onze producer Sander hier. We zitten vandaag op een warme dag. Die wil hem zo graag op. Ja. Want het wordt hier warm. Achter de schermen. Eigenlijk moet hij dan ook een ventilatortje erbij. Want als er geen lucht langs uh, stroomt. Dus je moet niet lucht achter lucht. iemand gaan lopen. Want dan word je uit uh, de wind gehouden. Ja? Dan doet hij het misschien minder nee, precies. goed. precies. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Maar hij, hij wordt ook vooral gedragen ja. door winnaars. Die lopen natuurlijk voorop. Ja, <laughs> <laughs> oké. Okay, ja, mooi. Ik weet. Ben, jij bent om zo te horen. Ik, nee, snap ik het ben wel. Er helemaal niet om. Daarom ja. zeg ik ook. Uh, ik denk dat dit de essentie van deze podcast is. Want laten we vooropstellen: 320 euro. Ja. Vind ik echt belachelijk veel geld. Ja. Dat is uh, bijna een gemiddelde vermogensmeter, een nieuw paar schoenen. Dat je... Maar ja, aan de andere kant. 320 euro om een race te winnen. Niet dat dat bij mij aan de hand is, maar ik kan me voorstellen dat professionele professioneel Ja, atleten... nou Ja, het ligt natuurlijk aan. Als het een gain is, is het een marginal gain of is het een ja. hele grote gain? Hè? Nou, dan, uh... En dan komen we bij de volgende as. We hebben de as mode besproken. Laten we zeggen, het is smaak. Ik, vind, ik blijf een beetje op het punt. Ik vind het er vrij belachelijk uitzien. Ja. Ik ga ermee naar de disco. Dan komen we bij de tweede as. En misschien wel de belangrijkste as van onze podcast. Wetenschap. Ja, nou, er zijn meerdere aspecten. Uh, uh, is er, Straks is er, maar eens is... even van hoe werkt dit precies? Want uh, volgens mij jij bent techneut, gelukkig. Ja. Ik ben bioloog en dan moeten we even samenkomen. Want nou ja, jij beschrijft in ieder geval hoe het, dat het gewoon een, een, als koel cool element werkt. Ja. Hoe het dat precies doet, moeten we zo eens even komen. Er zijn in ieder geval vanuit even terugkomen, wetenschap, waarom uh, wil je koelen bij warme omstandigheden? Nou, je, je lichaam is gewoon een, een machine. Ja. Uh, eigenlijk 4 uh, vijfde van wat uh, de energie die je produceert, dat is in de vorm van warmte. 4 vijfde, ja. oftewel 80%. De, de motor eigenlijk. is heel ja. inefficiënt. Ja, net zoals dus de gloeilamp altijd. 20% hè, gaat naar de beweging en ja. 80% is warmte. Die wil je kwijtraken. Nou, dan is het lichaam Uitermate geschikt voor, in ieder geval in vergelijking met al onze uh, voorouders. Ja, en dan, daarom zijn uh, wij zogenaamde onbehaarde apen. Precies, helemaal ja. goed. Ja. Uh, want wij kunnen, en één belangrijk, belangrijk onderdeel, we kunnen zweten. Ja. belangrijk iets. Nou, dan heb je andere mechanismen, uh, de, de fysische mechanismen om warmte kwijt te raken. Dat is in principe straling en uh, geleiding en stroming. Dus ja. als lucht langs stroom. Ja. Nou ja, al die. En belangrijk. En de laatste is inderdaad die verdamping. Nou, verdamping is belangrijk iets. Uh, hoe doet dat lichaam dat? Ja, dat heeft een huid voor. Dat zet het de bloedvaten open. Dan gaan die bloedvaten... Uh, die komen langs met het, het warme bloed vanuit de spieren. En dit, daar wordt die warmte eigenlijk afgegeven. Via die verschillende processen die ik net, net gaf. Waardoor het eigenlijk belangrijk is dat die kerntemperatuur, dus binnenst van je lichaam op uh, nou ja, rond de 37 blijft in ieder geval niet van oplopen. Omdat we weten als die kerntemperatuur stijgt, dan gaat het lichaam zeggen van. Oh, dit willen we niet. Want dit gaat uiteindelijk misschien schade geven. Dus uh, het lichaam gaat zeggen, we gaan de prestatie iets omlaag gooien. Uh, dat merk je dan ook. Er zijn, nou ja, goed. Ik weet, Hein zegt altijd 1% kerntemperatuur omhoog betekent 1% minder efficiënt. En dat is best wel behoorlijk. 1% minder efficiënt. Kortom, dan gaat er nog minder energie ja, naar beweging. Precies. En nog meer energie ja, naar ja, koelen of andere ja, processen. Dan uh, nou zeg dus, uh, je, het lichaam moet om 37 of 37,4 of wat dan ook gehouden worden. Ja. Dat is toch niet helemaal. Waar. Nee, Bij sporten moet altijd... toch sowieso de kerntemperatuur gaat, of moet. Wat die omhoog? gaat omhoog. Maar waarvoor ga je acclimatiseren? Dus juist om dat toch te vermijden. En hoe je dat dan doet, daar hebben we natuurlijk ook in verschillende afleveringen over gehad. Is juist van tevoren al naar de plek gaan. Of thuis, één uur per dag. Even die kerntemperatuur laten oplopen. Zodat het lichaam in ieder geval weet. Ah, hier moet ik mee omgaan een volgende keer. Door meer te gaan zweten. Door mijn doorbloeding beter op gang te brengen in mijn huid. Door wellicht mijn, uh, ja, mijn hartslag uh, aan te passen. En, en ja, een belangrijk iets is ook dat je gewoon je bloedvolume vergroot op die manier. Want het lichaam is continu aan het denken: oké, okay, de volgende keer willen we eigenlijk de kerntemperatuur laag houden. Nou, daar, daar gaan we ons voor aanpassen. Dus dat is een belangrijk iets. Dus... Voor iedereen die er meer over wil weten, je refereert, ja. we hebben er vaker over gehad. Ik noem ze maar even snel. Al in seizoen 1, aflevering 19, hebben ja. we de basis over sporten in de hitte. We hebben een sportlab gedaan met de core sensor, die en... ik overigens in Venendaal ook aanmaak. Ah, ja. Dus ik ja. heb data over mijn kerntemperatuur. Ja. En de, de aflevering over hitte is misschien toch wel die uh, aflevering 152, waarin we Puk Alkemade Precies. spraken over ja. haar promotieonderzoek die wij toch een beetje nu zien als één van de ja, experts nee, over warmte en ja, sporten. Ja, daar kunnen we het goed aan vragen. Heb ik natuurlijk ook uh, ten tijde van horen al gevraagd. Uh, nou ja, kijk wat je dan hoort is dat het idee van een hoofdkoelen is een hele goeie. Want uh, dat laten studies ook zien uh, waarom het voorhoofd bijvoorbeeld, of het hoofd, daar zit niet veel vet... Dat is al fijn, hè? Dus dat uh, isoleert niet zo goed. Dus kun je aan de buitenkant prima iets, iets kouds aanbieden. andere is, het is uh, goed door bloed. De bloedvaten liggen echt aan de oppervlakte. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voeten... die gaan meteen de, de bloedvaten, als die in uh, of de voeten in kou terechtkomen... gaan ze meteen samen knijpen. Slecht, waardoor de bloeding weer minder wordt. En waar je dus eigenlijk, ja, je wil gewoon wel een goede doorbloeding houden... Om die kou of, of de warmte af te voeren of de kou op te nemen. Dat gebeurt in, in het hoofd veel minder. Dus daarom is het, of het voorhoofd, daarom is het een hele goede plek. Uh, daarnaast. Ik, ik las ergens, het zijn drie plekken waar dit goed werkt. Hè? Je, je voorhoofd, je oksels en je handen oh, las ik. Ja. ja. Dat is de plek ja. waar je heel goed warmte af. Dus kan wie voeren. weet, in de toekomst gaan we er wel handen van blokjes. dit spul. En het andere is natuurlijk, ja, die hersenen die zitten daar uh, iets uh, een stukje dieper. En daar zit in ieder geval uh, ja, de, de hypothalamus, dat is een beetje de, de warmteregelaar, de thermostaat van het lichaam. Dus um, ja dan is het wel fijn als je in de buurt van die thermostaat zit. Als jij uh, denkt, ik wil mijn, mijn, ja, mijn, mijn lichaam wat afkoelen of ik wil het wat koeler krijgen. Dus dat zijn, iedereen is het over eens. Hoofdkoelen is een prima plek. Alleen dan de vraag van ja, uh, hoe precies, waar precies, hoe groot oppervlak? Men zegt ook hoe groter het oppervlak, hoe beter. Als jij je hoofd continu in een bak met water kan gooien, is dat natuurlijk, uh, ja, levert dat meer op dan alleen maar een, uh, ja, een, een pet bijvoorbeeld of een haarband voorop. Ja. Tenzij nou ja, kijk, je natuurlijk iets ik... slims uh, doet, zoals deze mannen hebben ja, gedaan. Als ik ja. even kijk naar mijn foto in Veenendaal, dan zie je dat ik veel haar op mijn hoofd heb. Ja. En één uh, groot stuk uh, onbedekt. En dat is bijna helemaal bedekt ja. door de twintig blokjes. Ja, zeker. Dus ik vond ja. het wel goed gebruikmakend ja. van de beschikbare hoofdoppervlakte. Ja. Nou ja, hoe werkt dit ding nou? Je zegt dat uh, je moet nat worden, dus hij, uh, hij werkt ook via verdamping. Hè? En uh, nou, de verdamping is een heel krachtig mechanisme om, om warmte kwijt te raken. Um, ja, en, Voor de middelbare school scheikunde verdamping is een endogene reactie. Oftewel, op het moment dat water van vloeibaar naar gas gaat, ja. moet daar warmte toegevoegd worden ja. en die wordt onttrokken Precies. uit de omgeving. Ja, ja. Um, nu wordt dan gezegd uh, dat. En dat, jij ja, hebt ook die berekening gemaakt. Rond, uh, iedereen zegt dan ja, het is slim om jou uh, je, je zweetoppervlak. Om uh, dat met, ja, met zes keer te vergroten. Ja, heb ik even aan zitten rekenen. Ik was gefascineerd door het ontwerp van de suikerklontjes. Ja. Zo ben ik ze maar gaan noemen. In de intro zeg ik diamanten, maar ik vind eigenlijk meer suikerklontjes. Ja. Hij is dus 1,5 bij 1,5 in, uh, in oppervlakte centimeter. Dus 2,25 vierkante centimeter. En door die torentjes voeg je eigenlijk <hijen> 8 keer 2 per zijde, keer 4 zijdes, keer 9 torentjes. <hijen> Uh, oppervlakte. Ja, de luisteraars mogen dit narekenen, maar ik geloof Gerrit op zijn woord. <laughs> ja, kan... Ook de site heeft het over iets van 5 tot 7 keer, dus daar zit ze mooi in. 6,12 uh, kom, uh, ja. kom ik eruit. Ja. Ja. Oké, okay, ja. helemaal goed. Ja. Alleen in eerste instantie ga ik dan denken: hoezo 6 uh, keer? Uh, ver, ver, ja, vergroting van jouw uh, je, je zweetoppervlak, je transpiratieoppervlak. Nee, nee, zes keer vergroting van het contactoppervlak met lucht. Ja, dus precies. Dus het werkt nou, als, ja. als een soort grill. Dat is heel goed dat jij dat zegt, want dat is wat anders. Want in de eerste instantie dacht ik van... Hè, dat krijg je alleen als je dan. Dat, ik, ik dacht van. Oh, dan is het eigenlijk alsof je een enorme puistenkop hebt. Waardoor je eigenlijk je huid op een vlak. Een hele grote ja, puisten van uh, Op die manier, manier vergroot. Ja, heel slim. Maar dat betekent, da, dan zou je eigenlijk gewoon een stuk kunsthuid moeten hebben. Aansluiten op je, voor, uh, je voorhoofd. En daar dan uh, ook zweetklieren in moeten hebben. En uh, van huid nou, dat gemaakt. Is toch, dat is toch feitelijk wat dit is? Nou, dat weet ik niet. Want het, dit ding. Is, is toch, het is geen huid. De huid heeft natuurlijk die verschillende manieren nee, om maar, die warmte kwijt okay, te raken. Ik, we moeten luisteraars wel vertellen, wij hebben het hier al de hele week over. Ja. In de app, mondeling, weet ik veel. Een van de dingen die je op een gegeven moment zei is, ja, grafiet, grafiet. Waarom zit die hydrofiele coating ja. ertussen? Oh. Nou, dat is volgens mij precies het effect wat een huid ook doet. Dat ja. hydrofiele waxspul ja. geleidt het water naar ja. de buitenkant. Ja, ik snap, het. Hij, ik snap wel zeker, hij, t, hij onttrekt warmte. Ja. Dat doet hij ook, want hij kan supergoed geleiden. Jij hebt de getallen veel beter dan water, veel beter dan ijs, ik, veel beter ja, dan lucht. Ja, Top speel is het. Hallo, uiteindelijk ben ik ja. ook ingenieur, leeswetenschapper. Ik zal er eens induiken. Dan heb je dus over een warmtegeleidingscoëfficiënt. Oftewel, ja. hoe snel stroomt warmte door een materiaal heen? Ja. Dat is voor lucht 0,6. Dat is voor welke eenheid? Hè? <laughs> nee, ga nee, geen... eh, nee, de lambda is dit, de, okay. de watergeleidingscoëfficiënt. Kijk eens aan. Joh. Daar, um, ja, dat is voor uh, water 1,6 en voor ijs 2,1. Oké. Okay. En voor dit spul 166. Ja. Je lijkt wel een wetenschapsjournalist man. Ja, zeker. Nee, ja. Ja, maar even voor ja, de grote, het materiaal ja. is echt. En ja. dat, nogmaals, dat vind ik er dus zo leuk aan. Het is verder dom materiaal. Het ja. is koolstof. Ja. Maar, de, maar eigenschappen de eigenschappen van het zijn materiaal zijn, zijn gewoon ja. ideaal voor deze toepassing. Ja, ik blijf ik erbij. Lijkt het is wel een, een theoretische exercitie op deze manier. Het gaat mij ook van hoe is het contact precies? Natuurlijk. Daar is belangrijk met de, met de huid. Dat is alleen. Dus ja, wie weet, heb je daar wel toch wel wat verlies? Warmteverlies? Nou ja, uh, daar kunnen we het over hebben. Ja, dus je, even dan toch. De achterkant van de blokjes zijn gewoon uh, plat en glad. Ja. En door het ontwerp van die rubberen uh, grit. Buigt zeg maar, hij? die zich helemaal om je voorhoofd heen. En in mijn beleving ja. zitten er tien blokjes plat op ja, je hoofd gedrukt. Dus dat zou suggereren, dat doet het dan. Het onttrekt warmte van je voorhoofd. Alleen de vraag is: en je voelt dat, dat is mooi. Maar het is geen brain freeze. Dus hoe diep gaat überhaupt dat ding? Ik heb geen idee, daar zijn ook geen uh, metingen van of schattingen van. Dus ja, als het een oppervlakkig dingetje is, dat, dat maakt het nog luid. Je wil eigenlijk weten, niet alleen het oppervlak, maar misschien zelfs het volume van je lichaam waar warmte aan wordt ontrokken. Nou, dat weten we dus bijvoorbeeld niet. En ja, het punt wat ik toch nog steeds... Ik, ik snap het. Uh, en dan zeg ik, ja, je kan net zo goed een haarband met, met ijsklontjes erin uh, uh, misschien voor je doen. Dan zeg je, ja, maar dat glijdt niet zo goed. Nee, grafiet geleidt beter ja, dan ijsklontjes. Ja, maar dan... Oh, theoretisch zeker. Maar ja, de, de praktijk is nog. Dan denk ik nog steeds. Even, maar even voor de grap. Stop. Even stoppen. Ik heb, de luisteraars weten het niet. Ik heb net die twintig uh, blokjes erin zitten doen. Hij is nog droog. Zet hem eens op. Uh, uh, nou, we... Voel eens even. Ja, maar hij is, ja, hij, is hij is droog. Hij is droog. Moet je nagaan. Hij is droog. Zet eens op. Toch even, hè, oude theoreticus. Ja, okay. voel, wat Jurgen, wat, wat ja, ja, het ziet er belachelijk Lekker. uit. Heerlijk cool. Maar wat ja. voel je nu? Ja, zeker cool. Nee, ja. En dan is hij nog droog? Hè? Ja. Dus dit is puur het effect van ja. grafiet. Ja, die trekt daar mee. Maar ik woon ook meteen een hele uh, <laughs> stuk uh, slimmer, hè? Nou ja. Nee, ja, hij zit heerlijk. Daar niet van, Maar ik, nou ja, het punt wat ik wil maken het is het, um, het, het onttrekken van warmte. Prima, daar geloof ik in. Alleen om daarmee te zeggen, van uh, aan, aan, aan dit soort berekeningen. Kijk, normaal, hij houdt ook iets tegen. Hè? Daar zit huid. Ja. En die, die huid daar, die heeft nou, die verschillende mechanismen om die warmte kwijt te raken. Waarvan geleiding is er dan eentje van. Maar ja. je hebt ook stroming van lucht erlangs. Je hebt die straling. En het belangrijkste is gewoon die evaporatie, het zweten, transpiratie, dus verdamping. Ja. Zit, je, zit dat niet een beetje in de weg op deze ik, manier? Ik zou zeggen van, van niet. Want op het moment dat jouw huidcelletje daar wat zweet vocht ja. naar buiten wil duwen, komt hij tegen zo'n blokje. Daar zit een hydrofiele wax, Ja, die, neemt die het dat meteen zo op. opzuigt en naar okay. de buitenkant van jouw grill brengt. Oké, okay, ja, wat Wellicht. Hè, net en, zoals een keukenpapiertje water echt kan opzuigen. En toch, en het andere is natuurlijk, dan maak ik hem koud, dan ben ik benieuwd of uh, uh, nat. Uh, ja, het is niet alsof ik een, een, een brok ijs tegen mijn voorhoofd nee, heb. Zeg maar. dus het doet geen pijn. Het do nee, maar het, daarmee is het het idee van, ja, ik ben lekker aan het koelen. Dat is ook een belangrijk uh, aspect natuurlijk. In of iets werkt, denk ik, voor een sportprestatie. Je wil je hoofd koel houden. Huh? Ja. Heb je... Koud was er um, je je voor. Ja. Als het even niet zo goed gaat. En jij zegt dat gebeurde zeker bij mij. Alleen, ja, daar zijn volgens mij heel veel alternatieven. Altijd... Een bakje water over je dat heen. Is, is het. dat ook dat is het. En daarom ja. zei ik net al: Misschien ben je wel net zo goed af. als je een Memphis Depay zweetband van 10 euro. Ja. of gewoon een zweetband van 10 euro. voortdurend nat houdt. of daar sponsor tussen stopt of wat dan. ook. Ja. Want, en dit zeg ik ook als cliffhanger naar één studie. We hebben hier wel eens in de ja. podcast gezegd... één studie is geen studie, ja. maar dit is de eerste studie. En het studie. is nog een preprint. Dat betekent ja. dat hij niet officieel nog... Uh, maar misschien uh, moeten we toch maar eens even... want dat is ja. de wetenschap die er nu is. De Canadese studie. Uh, die is als eerste inderdaad aan de slag gegaan... met, met die Omius haarband. En uh, die... Uh, ja, dat is wel grappig. Om te gaan kijken of die werkt. Ja. Dat is het idee van de studie. En die hebben natuurlijk aan de hand van alle... alle, alle, alle opschudding in de media gedacht van... nou. Je kwam ineens ook overal tegen op LinkedIn dat ze zeiden, nou, we hebben er al naar gekeken. Zonder een antwoord te geven. Uh, tien proefpersonen, jij hebt hem ook gelezen, uh, dus correct me if I'm wrong. Uh, tien best wel goede hardlopers. Hele goede. Hele maar goede. Goede atletische ja. sporters. Aan de hand van de V2 Max gemeten, et cetera. Uh, een, een van de voorwaarden om in de studie mee te doen was dat je minimaal acht uur in de week trainde. Minimaal, precies. Ja. ja, Nou ja. En wat doen ze dan? Uh, komen naar een lab en krijgen daar uh, allerlei eerste instructies gewoon ook van de bedoeling van het protocol. 70 minuten submaximaal lopen op een loopband. Hè. Ja, als het ware gewoon warm lopen. Ja, uitgebreide warmheid. 60 VO2 max. Ja. Dus daar, word je, daar warm je iets van op, maar rustig duur. Ja. Hè? Alleen het is wel bij 35 graden en ik meen bij 60 of 65 procent luchtvocht. Ja, dus in een klimaatkamer. Ja, ja warme ja. omgeving. Ja. Nou en. Uh, en daarna is natuurlijk. Dan, uh, daarna eindigen ze eigenlijk om de prestatie te meten met een 5 km tijdloop. Dat is eigenlijk zo hard mogelijk 5 km afraffelen. Ja. En dan gaan ze allerlei metingen doen. Uh, waaronder plakkers op de huid om de huidtemperatuur op verschillende plekken te meten. Kerntemperatuur met een pil. Die ze niet doorslikken, maar via de, de achterkant erin een Thermometer ja. permanent erin. Ja. Uh, de hartslag, natuurlijk. De ja. hartslag om te meten. Ze vragen naar de ervaren mate van inspanning, de RPE. En ze vragen naar het thermisch comfort. Eigenlijk ja. van uh, op een schaal van hoe 0 tot 7. Ja. 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 Hoe, uh, hoe, hoe warm voel je Ik je? Ik moet zeggen, Jurgen, want ze hebben. En, want ze hebben dit ook zijn nog redelijk de hè. Urine hebben ja. ze gemeten, dingen. Dus ze hebben echt wel. Ja. Proberen alle mogelijke Zeker. fysiologische factoren ja. te meten. Mensen krijgen gewoon te drinken, ja, ja. op Om te tijdens, wat er ook de, een Ze krijgen een gelletje op, ge, ja. En dan het, het ja, nou ja. En hebben ze ook nog? Ze hebben die mensen uh, meerdere keren laten doen. Ja. Eén keer met deze band. Ja. En, en dat en, vond ik wel heel slim. En één een, keer met een placebo. Ja. En dat vond ik wel heel slim. Ze hebben gewoon <laughs> twee banden aangeschaft. Ja. Misschien wel meer, maar niet ieder geval twee en waarvan eentje gewoon het uh, grafiet verwijderd. En goed gekeken en gedacht van, hé, hey, dit gaan we namaken met heel ander spul. Geen grafiet, maar dat het wel precies hetzelfde eruit ja. ziet. En uh, in een 3D printer hebben ze dat geprint. Ja. Dus dezelfde uh, soort suikerblokjes ja, in ja. dezelfde band. Ja. En ook zij doen de disclaimer, wij hebben deze banden bij Omius gekocht. We zijn onafhankelijk, Er is ja. ook geen onderzoek gefinancierd door ons. Precies, onderzoek. ja. En dus dan uh, met een, een uh, tijdsverschil uh, van pak een beetje 7 tot 10 dagen, lieten ja. ze twee keer deze test uitvoeren, die mensen. Eén keer met de echte band, één ja. keer met de placebo. En dan gewoon deze metingen doen en dan maar eens kijken wat er uitkomt. Um, ja, en wat Vermoel. kwam eruit? Wat kwam eruit? Nou, uh, ten eerste, het, het goede nieuws is dat mensen inderdaad rapporteren van uh, het thermisch comfort van eigenlijk van je voorhoofd. van hoe aan. dat ze zeggen. nou, die is inderdaad een stukje kouder. ja Het voelt koud ja. op het voorhoofd. Ja. Heb ik ook waargenomen. in deze wetenschappelijke setting ook waargenomen. En dan tijdens de maximale test. dan deze. Uh, af en toe om de 5 à 10 minuten. deze even die band omhoog. En dan gingen ze met zo'n uh, infrarood thermometer. die huidtemperatuur daar meten. En die sloeg inderdaad iets lager uit ook. scheelt denk ik. ja. Een graad of tussen een half en een graad. Ik heb de getallen En dat bleef eigenlijk... Submaximaal was het uh, zo. En dat bleef ook tijdens die... Ja, jij uh, zegt iets lager uit dan de placebo nepsuikerkontjes. Ja, precies. Wat ik heel jammer aan deze studie vind... Ja. En daarom is het ook de eerste studie. Had, er nou, had ze ja. nou ook nog een keer zonder band ja. laten lopen? Want dan dat is eigenlijk het verschil wat je eigenlijk ja. echt wil weten, ja. Ja. toch? Ja. Want denk je ik. ziet die huidtemperatuur gewoon oplopen natuurlijk. Ja. En je ziet... Uh, nee, dat klopt. Dat is een hele goede, denk ik, van... Uh, maar waarom? Omdat er dan toch een um, soort nou, placebo ik, misschien. Nee, ja, omdat je nu in ieder geval ook meet dat een natte haarband ja. ook die huid koelt. Klopt. Ja. ja. Kan nou, ook ja, nog ja, zijn door het effect het wat jij net zegt, omdat ja. je de zweetcellen blokt. Ja. Ja. En dat er dus niet nou, gezweet kan worden. Ja, dat kan het misschien juist averechts werkt. Ja. Dus ja. je ja. wil die controles wel. Uh, ja. Um, maar ja, dan gaan ze verder kijken. En dan denken ze: ja, kijken we naar de systemische metingen van. Nou ja, de, de rest van het lichaam. Ja. Die toch wel. Hartslag, zweet, ja. kerntemperatuur, huidtemperatuur. Ja. Al die andere metingen. Ja. Geen verschil. Ze? Geen, geen verschil. verschil. Maar het. Ja, je hebt ook tien proefpersonen. Het is af en toe echt op het randje. Hè? Met uh, significant wel, wel of niet. Ja, maar het is ook wel eens af en toe op het randje de andere kant. Maar op. kijk je naar die grafieken ook, dan, dan, dan lopen die kerntemperatuur die stijgt in, in beide gevallen wel. Ja, en die blijven gewoon al parallel eigenlijk over elkaar lopen. Ik moet dus, zeggen, ik heb ja. selectief gelezen. Ja. Want jij verweet me al, ja, je hebt 300 euro uitgegeven. Ja, ja. Jij wil dat die werkt. Ja. Uh, ja, en ik wil tegelijkertijd voor deze podcast ook echt mensen... al dan niet, voordat ze 300 euro uitgeven, een zinvol advies geven. Ja. Statistisch gezien is het echt net zoveel als het gooien met een dobbelsteen. Ja, en, nou, en, en dan is het natuurlijk, wat doet het met de prestatie? Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Op. Maar uiteindelijk geen verschil in die vijf kilometer nee. tijdloop. Nee. Ja, en dus uh, wetenschappelijk gezien concluderen die auteurs dan terecht van ja. Het geeft weliswaar een, uh, een, een verlaging van uh, je huidtemperatuur van je voorhoofd. Gaat gepaard met ook een, een kouder gevoel van je voorhoofd. Maar voor uh, de rest van het lichaam heeft het, uh, en voor de prestatie heeft het geen impact. Punt. En dan gaan we een stuk de discussie aan en die is altijd interessant van nou, zeg, hebben we wel de juiste omstandigheden? Was de luchtvochtigheid goed? Moeten we lager hoger? Kunnen we hogere temperaturen? Nou, ja, dat hè, is een belangrijk je, je punt. Je zou Dit bijvoorbeeld is kunnen zeggen... Zij doen het bij 35 graden. Ja. Dat is extreem warm. Ja. Wat zou er gebeuren in Precies. 29 ja. graden? Wat ja. ook warm ja. is. He? Ja. Heeft hij daar misschien wel ja. ruimte om ja. te sporten? Zal natuurlijk wel ventilatoren aanstaan. Om ja. een beetje die wind ja. uh, te, ja. te, te simuleren op die manier. Ja. ja, en punt wat jij ook zei: in ieder geval is, uh, hebben ze hem wel vochtig genoeg gehouden. Daar zeggen ze zelf ook iets over hè, dat ze ja. twijfelen of dat uh, genoeg is ze hebben het voorafgaand gebeurd. gedaan, dat heel goed. Tijdens die submaximaaltest om de 5 à 10 minuten gingen ze natuurlijk even die band omhoog doen om de huidtemperatuur te meten. Daarna sproeiden ze, volgens mij was het 7 milliliter op en jij ja, zei dat is niet mij zo heel in. veel. Leek ja. mij ja. En toen die test eenmaal begon, die 20 minuten test, hebben ze niks meer gedaan. Nee. Dan denk ik, maar aan de andere kant heb ik ergens gelezen, of op de Home's site van ja, je kan prima een half uur 40 minuten. Je hoeft niet. Ja, je kan nou eenmaal niet continu dat ding uh, bevochtigen. Nee. Dus uh, dat moet, daar moet het aan tegenaan kunnen. Ja. Dus ja, dat, dat, dat werpt wel. Uh, dit vr, verlangt ja, dit, meer studies. Dat en, uh, sowieso. En we sowieso kunnen dus ook, komen, ook hier natuurlijk. zeggen in de Slimpesteren Podcast. Ja. De, e de eerste wetenschappelijke studie naar deze band. Ja. die ongetwijfeld waar wat op aan te merken. maar ik vind het echt mee van. Ik heb echt geprobeerd gaten erin ja. te schieten. Ja. die laat gewoon geen effect nee. zien. Nee, en, en, en dan hebben ze natuurlijk discussie aan de hand Want, van andere studies. die ja. iets soortgelijks doen. Ja. En er komt steeds naar voren: ja, het hoofd is een goede plek, weliswaar. Maar maar het, het wil niet zeggen dat per definitie je altijd iets vindt als je daar gaat koelen, want je hebt nogal drastische maatregelen nodig. Dat betekent of een heel groot oppervlak, ja, of je hele gezicht bijvoorbeeld. Ja. Of ze hebben zo'n pet met een soort vloerverwarming-element uh, erin ja. waar ze continu koud water doorheen laten stromen, en die je dan continu op hebt tijdens het fietsen of ja. uh, een lange ja. tijd. Tussendoor uh, bij de inspanning. Ja, dus eigenlijk is die conclusie: ja, het, het, ja, ja, het, het gaat uiteindelijk, is het, is het de goede plek, maar ja, het, hoeveel lukt het je om uiteindelijk die, ja, het, het huidoppervlak, of in ieder geval misschien het volume van hoe diep, zeg maar, uiteindelijk de koeling komt omdat echt daadwerkelijk dat de rest van het lichaam daar ook van profiteert. Exact. Nou, we gaan zo met Guido Vroemen wel eens even verder spreken over uh, waarom het dan toch zo ja. populair is in de topsportwereld en hoe hij er tegenaan kijkt. Ik wil nog één ding daar even aan toevoegen, want ik zelf, uh, leken om mij heen. Ik vind hem nou een beetje irritant, voor. Vind je irritant? Ja. Nou, doe hem lekker af. Voelt <laughs> ja. hij nog cool? Nee, wordt er... nee veel minder. Ja, inderdaad, je moet even een plenswater ja. in je gezicht. Ja. Nou, dat doen we hier even ja. niet. Nee, wat ik nog wil toevoegen: gevoelstemperatuur. Ja. He, want je zou natuurlijk kunnen zeggen. Oké, okay, oké, okay, we meten allemaal in dat lichaam niks. Maar ja. we kennen ook de sportwetenschappelijke uh, sport benadering ja. van. Hoe heet die? Ik vergeet al zijn naam, de Italiaanse onderzoeker. Zou we wel, Marcora. Ja. die zegt: ja. het gaat niet om wat er in je spieren of je lijf gebeurt. Het gebeurt ja. allemaal in ja. je hersenen. Ja. Ja. De central governor bepaalt of je diep kan gaan of niet. En je zou natuurlijk kunnen betogen: hé, hey, maar je hebt nu een koele plaat tegen je hersenen mm. aan. Dus die central governor percipieert dat het helemaal niet zo warm is. Maar dan, als dat. He, want zo kan ik hem redeneren. Ja. Als dat zo was, had je verschillen moeten zien op die tijdrit of op die ja, op die nee, time nee, trial zeker dus He? ook ja. dan had je kunnen zeggen nou ik meet nergens in het lichaam echt aanzienlijke verschillen maar ja. ze presteren beter maar dat doen ze ook niet even voor de, de de mensen die hier echt een beetje denken... van hey maar dit klopt niet wat Gert ze het, de governor het komt van Tim Noakes oh, ja dat klopt ja. en die gaat eigenlijk uit inderdaad Dank van dat is het basismodel en Samuel Marcoras die die zegt van die kan je eigenlijk beïnvloeden ja door inderdaad dingen als gevoel motivatie voor. Ja, ja, gedoe thuis, kan een negatieve invloed hebben. Ja, dus he, dat de, is dus de impact van uh, ja. hoe het in je brein gaat op je sproep, ja. die is er. Precies aangetoond. Ja. Kun je van alles doen. Ja. Dus ik dacht nog, zou die daar dan op aangrijpen? Ja. Nou, dat is het jammer dat zij dus, ze hebben, dat heb je ook gelezen, als je goed hebt. Ze hebben ook de oortemperatuur gemeten. Ja. Dus van dat trommelvlies. Maar dan zou je iets kunnen zeggen over de temperatuur in het hoofd. Want dat wordt in principe gebruikt, vaak ook om te kijken naar ja, is er inderdaad in, inwendig, heb je koord, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en for some reason zijn die metingen, zeggen ze ja, die waren niet goed of die niet valide, dus die hebben ze niet gepubliceerd. Ja, ik denk dat dat een hele uh, missing uh, link ja, op dit moment ja, is, ja, dus vandaar. Typisch wetenschap: ja. er moet meer onderzoek ja, komen ja. om meer data te verzamelen. Maar de eerste resultaten uh, zijn niet veelbelovend. Ja. Uh, toch wordt er in de software veel gebruik van gemaakt. Laten we daar maar eens uh, Guido Vroemer verder over bevragen, Doen we maar niet voor dat. We een aantal mensen die dit experiment mede hebben mogelijk gemaakt door hun financiële bijdrage even in het zonnetje zetten. Ik heb weer een lijstje nieuwe vrienden en vriendinnen van de show. Uh, bijvoorbeeld uh, Kevin Kalaert, die ging naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast, doneerde een hele kop koffie voor een jaar. Rens deed het ook. Martijn van Zwieten. Elisabeth deed het. Natasja Batenburg. En dan een naam die ons bekend voorkomt. Thorwald Veneberg, leuk, ja. directeur van de Triathlonbond. 23 november uh, nodig ik iedereen uit voor het uh, Nationale Triatlonbond-congres, Want uh, daar mag ik dagvoorzitter zijn, geheel vrijwillig. Kijken of we daar een mooie bijeenkomst van kunnen maken. En uh, de bovenste op de lijst, Tanja Uphoff, ook leuk, is uh, de vrouw van een neef van me. En die kwam ik op familiedag tegen en die nee. ging haar eerste triathlon doen. En die zei, oh, ah. ik heb zoveel aan jullie podcast gehad, ik ga een kop koffie, een pot zelfs geven. En wat we natuurlijk ook doen met vrienden, is dat we dan vragen: Nou, in die 192 afleveringen zit daar nou nog iets in waardoor jij slimmer bent gaan presteren? Daar hebben we weer uh, een mooie uh, bak berichten van binnen gekregen. En uh, Maarten Hagens had er wel een die ik heel passend vond Dankjewel. voor deze aflevering: Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Niet, niet, Hey Gerrit, hey Jurgen, hier Maarten. Mijn uh, beste tip of learning van jullie podcast is eigenlijk best wel simpel. Komt niet uit één aflevering maar uit eigenlijk alle afleveringen. De rode draad uit jullie programma is denk zelf gezond, kritisch na bij wat je doet. Heb je eigen mening, geloof niet alles klakloos wat verteld wordt. En natuurlijk ik luister heel veel naar jullie advies, maar ook daarbij wees kritisch. Ja. ja zeker voor deze aflevering is dat ja, belangrijk pas perfect ja uh, dus uh, nou ja we hebben nog te goed uh, Jury Keulen die uh, voor ons bericht heeft ingesproken over zijn ervaringen we hebben Janine Lubbe die onze uh, ervaring deelt en natuurlijk Guido Vroemen, die wellicht aan onze uh, sceptici's uh, wat kan toevoegen kun je dat ding van jou lezen, eigenlijk of niet misschien uh, lenen dus, ja, ja uh, met uh, de voorwaarde Brock dokker ja, ja precies <laughs> want hij is bijzonder ja, uh, ja. kostbaar ja. dus uh, we gaan even live verbinden met Leusden nou nee nou, mag ik nooit zeggen, leuze nooit. <laughs> We gaan zoomen met zoomen, zoom zoom zoom, vroom vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Haha, voor de kijkers op YouTube die zien het meteen, maar voor de luisteraars, Guido, wat heb jij nou op je hoofd? Ja, ik denk, uh, laten we al meteen cool beginnen. <laughs> ja, ja, ik zie uh, de welbekende inmiddels in deze aflevering. 20 suikerklontjes op je hoofd. Ja. Maar uh, niet zo'n uh, modieuze witte band, maar een grote klep. Ja, ik dacht, uh, um, ik vind het veel uh, prettiger. Ik, ja, ik loop er alleen mee. Uh, fietsen is sowieso al niet zo handig. Maar als ik er dan mee loop en het is warm, ja, dan schijnt de zon ook heel erg. En dan heb ik toch liever een klep of een visor. Um, want ja, dat helpt toch ook nog weer even om direct de zonnestraling gewoon wat uh, af te kaatsen. Hè? Dus uh, ik vind dat veel prettiger dan alleen maar een bandje. Maar Guido, wat zeg je nou? Ik loop ermee alsof het de gewoonste za <laughs> zaak van de wereld is. Je doet een shirt, een korte broek, schoenen aan en die klep gaat op. Als het uh, heel warm is, uh, nou, en het uh, is meer dat ik dat nu ga testen, omdat iedereen. Van mijn, atleten, van mijn lange afstandsathleten... dat ondertussen ook doet. Ja. Ik denk, nou, dan moet ik zelf ook wel eens even voelen... Uh, hoeveel het nou doet. En, en, en werkt het nou? Uh, dus het is niet dat ik daar dagelijks... Uh, uh, mee train oh, of zo. Maar ik nou, wil ik het dacht gewoon, dat hè. je hem ook in huis... <laughs> ik ja, nu dus zelf ja. hè. Ik denk, maar je merkt dan wel als je geen, um, geen... wind hebt, geen luchtstroom... dan ja, dan werkt het toch niet zoveel. Dan laat je nodig, huid het he? gewoon op, uh, opwarmen. En je moet, om te verdampen moet je wel luchtstroom hebben. Ja. Ja. Maar uh, wanneer zag jij dat ding voor het eerst eigenlijk? Wanneer dacht jij van, hé, hey, er is iets nieuws uh, op de markt of in de trildelwereld? Want daar zit jij natuurlijk, denk ik, ja. wat directer in dan wij zelf. Dan ik in ieder geval. Ik denk dat Jury dit is geweest. Jure Keulen? Mm -hmm. ja. Die daar al een, een, een tijdje geleden mee uh, in aanraking kwam. En. Um zo werd ik natuurlijk ook nieuwsgierig. Ja, soms, ja. Uh, soms ontdekken atleten gewoon dingen eerder dan ik. Ja. Kan hè? Dat kan. Ja, dat is leuk. Um. En we hebben het al uh, aangekondigd in de aflevering. We hebben een fragmentje dankzij jou van oh. Juri Keulen. Ja. Um, even toch voor de mensen die hem niet kennen: hij is uh, op dit moment professioneel triatleet. Tri hij is nummer vijf van de wereld in de PTO, hè? de, de ja. Professional Triathletes Organization. Dat betekent dat hij ook meedoet aan de zogenaamde. 100 wedstrijden, oftewel uh, 100 wat is dat kilometer, maar in ieder geval een wedstrijd van de topatleten van de wereld. En die won die ook nog afgelopen uh, april in Singapore. belachelijk warme omstandigheden. Ja, Singapore, ja. ook met zo'n bandje. Hè? Ja. Ook met zo'n bandje en ook met een soort uh, na, na de finish uh, klapte die helemaal oh, ja. in elkaar mm -hmm. met een soort halve. Nou, ik weet niet medische uitspraak. Ja, het ze uitspraken ja. Dat heeft ja. het ook niet niet heel veel kunnen voorkomen, maar. Misschien als hij geen bandje had gehad, had hij de finish niet eens gehaald. Precies, moet je nagaan. <laughs> um, wij, appten hem, ja. uh, wij, appten, wij appten jou voor Jurie een viertal vragen. Allereerst, natuurlijk, hoe ben je ermee in aanraking gekomen? Uh, wanneer gebruik je zo'n band en, en, en waarom eigenlijk? En uh, straks heb ik nog een tweede fragment over of hij ook nadelen ziet. Maar laten we maar eens even met die eerste drie vragen beginnen. Jurie Keulen. Hallo mannen van de Slimmer Presteren Podcast. Um, ik luister toch al een tijdje naar uw podcast en uh, mijn ouders en vrienden ook. En het is ja, een keer leuk om uh, een soort van vast, wil ik, ik noem het niet noemen, maar in ieder geval wel uh, yeah, first-hand experience te kunnen geven over uh, de Omnius Headband. Nou, ik ben in aanmerking gekomen met die band eigenlijk via mijn vriendin. Die heeft een uh, zwaar ongeluk gehad en die deed heel veel op Zwift. En zij heeft nog best wel een flink Instagram-netwerk. En toen heeft Omnius naar haar een bericht gestuurd van. Zou je onze eens willen proberen? Nou, toen zei ik: ja, die wil ik wel proberen. En eigenlijk um, ben ik die gaan dragen rondom warme trainingen hier. Om gewoon eens te kijken: van ja, wat, wat doet dit nou eigenlijk? En hier is Girona, Spanje. En Dan kan het in de zomer heel heet zijn. En zo ben ik eigenlijk een beetje in de aanmerking gekomen met die band. En. Uh, ja, het is eigenlijk een soort van, een beetje een soort van bijgeloof, begint het bijna te worden. Sinds dat ik die band draag, heb ik eigenlijk bijna altijd wel goed gepresteerd. En uh, ja, misschien komt het wel door de band, misschien niet. En waarom ben ik hem eigenlijk gaan gebruiken? Nou, wij als team, waar Guido onder andere onderdeel van is, zijn eigenlijk gaan kijken naar: nou, oké, okay, hoe kunnen we ons het beste aanpassen aan de hitte, maar eigenlijk hoe kunnen we ook het beste koelen? Nou, er zitten bepaalde steentjes in en die zorgen eigenlijk dat er een bepaalde soort oppervlakte op je voorhoofd wordt gecreëerd, wat warmte uit, ja, van de huid af, uh, aftrekt. En eigenlijk in onze voorbereiding in Thailand richting uh, een aantal wedstrijden ben ik die band nog meer gaan gebruiken en ben ik daar eigenlijk een soort van ja, echt fan van geworden. Ja, eigenlijk heb ik hem in wedstrijden bijna bij mij geen issue meer of ik hem draag of niet. Um, allereerst, ik vind het fijn om met iets op het hoofd te lopen, want dat houdt ook je bril vaak goed. En aan de andere kant is het ook wel zo van, ja, als het dan maar misschien een procentje op zou leveren, dan is het um, al meer dan dat ik het niet zou doen. En ja, dat brengt me eigenlijk ook wel een beetje bij de belangrijkste facten. En dat is gewoon dat het, ja, het houdt je gewoon wat koelere. Dat is een direct gevoel op je lichaam van, van verkoeling. En um, ja, ik vind dat wel heel fijn, vooral bij je hoofd. Het um, geeft gewoon een prettig, prettig gevoel eigenlijk. Ik kan het ook niet helemaal precies uitleggen waarom, maar denk, daarvoor moet je hem denk ik zelf proberen. Ja, nou dat heb dat ik heb dus je. gedaan ja. <laughs> in de triathlon in Venendaal. Nou, die ervaring heb ik net gedeeld. Ik kan onderschrijven: het hield mijn bril op mijn plek. Het gaf een prettig gevoel, het voelde koud aan. Dat is allemaal waar. Um, zometeen heb ik hem ook nog even gevraagd of hij nog nadelen heeft. Maar Guido, Yuri is misschien wel de beste... of in ieder geval de hoogst gerenkte triatleet die jij begeleidt. Maar je hint net vrijwel allemaal een lange afstandsatleet te lopen. Is dat zo? Zie je hem overal? Ja, je ziet er wel heel veel. Tristan, uh, Olij, uh, Gebruik zijn ding, Menno, Kolaas, uh, Dieder Diederik. Uh, um, noem maar op. Hè. Er zijn, als je gaat kijken, er zijn heel veel... Van die uh, lange afstand triatleten, ja, die, die proberen dus overal ja, een beetje verkoeling te krijgen. Want tegenwoordig zijn heel veel wedstrijden, ja, toch wel hele warme omstandigheden. Dat het 25 graden, 30 graden en misschien nog warmer is. En dan is met name dat looponderdeel, die marathon op het End, is gewoon echt wel een, een, een strijd. Om ervoor te zorgen dat je, ja, je kerntemperatuur en je kop gewoon niet te heet wordt. Ja. Hey, en um, weet jij, wel belangrijk, Jury uh, geeft het aan, die heeft hem gekregen. Uh, weet jij of al deze atleten hem kopen of krijgen? Want zitten we hier nou naar een enorm gelikte marketingstunt van de firma om je eens te kijken? Of, of, of hoe zit dat? Um, ik weet niet of ze hem uh, allemaal krijgen of kopen. Volgens mij, eh, maar ja, daar vraag ik nooit naar. Als ze hem gebruiken, dan vind ik dat prima. En dan ga ik, dus niet nee. mijn vraag. Heb je hem nou wel echt zelf gekocht? Jurgen, ben jij heb er nog achter gekomen de... hoe dat zit ik met uh, Sifan of met Abdi? Of, uh... Nee, ik denk, ja, volgens mij zit daar toch dat, uh, dat bedrijf van Jos Hermes achter. De Global Athlete Communication, ik weet niet hoe het precies heet, sports. Ja. Yeah. Doel, die waren ook betrokken natuurlijk, bij de zijn Dus die hebben gewoon contacten, denk ik, met alles in het veld wat, waar innovatie ja. uh, vanaf ja. ruikt. Ja. En op dat niveau is het natuurlijk ook Tegelijk. de rechtvaardige wat Juri zegt. Ja. Ook al doet het maar iets. Ja. Hè, wij, wij zitten hier in het spelletje, moet jij en ik 320 ja. euro uitgeven voor een band die misschien niet werkt. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen als pro-atleet, als je zegt, ja, ik heb er geen last van, het voelt fijn. Prima, doe maar. Maar zo is volgens mij de, market, de marketing ook gegaan. Hè? Volgens mij, als ik het goed begrijp, is de, de Mexicaan die de ingenieur die, die hiermee heeft. begonnen is. Ja. Ja. Die is gewoon naar Triathlon West en naar de Ironman gegaan. En, en wat mensen aangesproken: van, hey, wil jij mijn band eens dus niet uh, even proberen? En dat is dan ja, zo'n uh, lopend vuurtje gegaan. Ja. Omdat het. Uh, ja, het valt, oh, het valt wel op. Je denkt, hé, hey, en, en als dan die atleten nog goed presteren, ja, wie, wie ben jij dan om te zeggen, nou, ik, ik doe het maar eens niet? Maar ik, ik was eigenlijk wel, ja, Guido, jij bent natuurlijk ook van de data hè? en uh, ik denk. Ik denk niet dat al, de, al jouw atleten met core sensoren al uh, rondlopen. Ja, dat is de, Misschien... de, de, de kleine witte temperatuursensor ja. die realtime de kerntemperatuur Ke berekent. He heb jij al ja. uh, voor jouw gevoel van jouw atleten. En, en, en aan de hand van, van hun data die je verzamelt. al een idee van. nou, dat lijkt wel iets in te zitten? Of, uh... Nee, ik denk ook niet dat ik dat. Ik heb ook niet de illusie dat ik dat zeg maar kan uitdrukken. in een. In, in temperatuur die dan niet langer ja. lager blijft. Ja, weet je, dan moet je eh, dubbel blind. Hoe ga je dat doen? Ook, ja, he? dat gaat ook nee, niet werken. Ja. Um, belangrijkste voor mij is, en dat zegt Jurie ook: he, het gevoel bij hem, hij heeft het gevoel dat het wel op zijn hoofd, dat het wel prettig is en het, het geeft een cool effect. En als je dat gevoel, als dat een goed gevoel geeft tijdens de race, dan draag je hem ook. Ja. En dan, eh, ja, weet je, dat is, dat is al belangrijk. Ik, ik, ik zie niet een negatief effect hiervan. Nee, nee. Eh, soms heb je ook gewoon, als je een petje opdoet, dat, eh, dat wordt op den duur ook gewoon warm. Ja. Eh, dan is de, het, het vocht wat erin zit, dat, dat wordt opgewarmd door het contact met de huid en dan wordt het warm. Dat heb je bij deze, dan doordat die steentjes daarin zitten, is dat toch anders? Ja, ja. Het, blijft, het ja. blijft koud eigenlijk. Of het het uh, blijft ja. wel een koud gevoel ja. geven. Ja. Ja. Ik heb uh, in Venenda, omdat ik hem had, ja. dankzij mijn uh, test die ik voor Puck mocht doen, uh, Puck Alkema werkt inmiddels bij de Core ja. Sensor. Ja. En ik heb van haar die test gehad dus ik mocht hem houden. Uh, dus dit is uh, niet gekocht, wel gekregen. Dus ik denk, nou, laat ik hem in Venendaal ook eens aandoen. Dus ik heb data van die race, maar precies wat ja. jij zegt, Guido, zelf tegen Jurgen buiten de opnames. Ja nou had ik eigenlijk natuurlijk nog een keer een Veenendaal daar in die omstandigheden moeten lopen. Om te kijken of hij dan was doorgezet. Achteraf gezien, ik had hem misschien na twee rondjes af moeten doen. Want ik zie daar dus dat mijn kerntemperatuur oploopt naar 39.0. Ik heb het jou geappt, we hebben het nog niet over gehad. Dus ik kan het je nu vragen. Ik weet eigenlijk geen idee. Is dat veel? Is dat weinig? Eh, wat betekent dat eigenlijk? Nee, op zich is dat niet heel veel. Het klinkt wel als 39.0 koorts. Ja. ja. He, dat, daar, daar hebben we het dan over. Maar bij inspanning zijn dit waarden, zeker bij zware inspanningen en, en in, ook nog onder omstandigheden warm, waar, het gewoon, waar het warm is, inderdaad, zijn dit niet waarden waarvan je denkt: Oh jee, dat is echt veel te hoog. Nee, ik denk dat Juri, Juri zat zelfs nog bijna op 40 eh, Singapore. Ja, hè? Ja. Die zat daar. Dus, en dan, kijk, de gevaren, en dat is niet voor iedereen hetzelfde. Um, maar wel kun je zeggen, als je boven de 41 bent, dan is het voor iedereen nou, slecht. Ja, ja, weet je, dan, dan is het gevaarlijk. Um, maar ja, de ene heeft bij 39 graden kerntemperatuur, of 39,5 of 40, begint hij zich pas slecht te voelen. Dat verschilt wel. Dus daar kun je niet één lijn trekken, van dit is echt absoluut, daar mag je niet boven komen. Dat moet je ondervinden. En daar moet je wel een beetje mee, mee, mee trainen en, en, en dan krijg je een soort thermoprofiel van jezelf, hè? Mm -hmm. Ja. Dus gewoon dat ook hiervoor geld. Data verzamelen, data verzamelen, data ja. verzamelen om dan een idee te krijgen bij hey. Ja. Als je het leuk wat, vindt, wat is he, mijn dat, bandbreedte? Ja. Ja. En jij kan het. Ja. Ik vind bandbreedte. Of ik vind ja. die verzamelen wel leuk. Het ja. nu alles met dat ding. Ja. Uh, ook omdat ja. hij <laughs> schappig. Dat is natuurlijk het onderzoek waar ik van de winter aan meegedaan heb. Was om mee te helpen om ja. de hittebelasting of de, de hitteadaptatiescore te bepalen. Ja. Ik zei het toen al een keer eerder in die aflevering, wat heel irritant aan het ding is. Geen data ziet hij als geen hittebelasting. Dus ik vind het heel frustrerend dat ik al de hele zomer nee, door de joh. hitte loop. En het ding ik de nee, hele nee, je bent echt 3% aangepast. Ja, ja, ik, nou, ja, ja, ik, zal je Ik zal data ja, verzamelen. Ja, ja. Maar het andere is dat als ze... Ik heb er ook nog meer die dit hebben. En er zijn er ook die, die dit dan op een gegeven moment als doel gaan krijgen. Hè? Oh, ja. ik, wil, ja. ik wil naar de 100% ja, aangepast nou, dat zijn. dat herken ik wel. Je wilt toch ja. dat metertje een beetje opzien te krijgen. <laughs> denk ik. Ja, dus, maar dat... Dat hoeft toch niet een doel op ja, zich te ja. zijn? Nee, dus die gaan nee. de sauna's in. en ja, uh, ja. dan ja, je die sauna en die komen er niet meer binnen uit. En trainen. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, ja, luister jongens, we hebben toch in al die afleveringen over hitte <laughs> en ja. de warm trainen wel gezegd. Fantastische prikkel: als je hittebelasting. Is, als, ja. je, als je hitte aangepast bent, heb je meer bloedvolume. Heb je ja. lage krentenbeduur bij inspanning. is op ja. zich een goede staat om in te zijn, toch? Zeker. Maar ja, ja, het is gewoon lekker weer. Waarom zou je dan nog in de sauna moeten? Eh, ja, dat is stappen? waar. Ja. Hey, diezelfde dag dat ik in Venendaal met die uh, modieuze band liep... Uh, ging ik ook even kijken bij de Gelreman. Omdat onze slimmer presteren Marlies Altena... daar haar uh, hele triathlon aan het doen was. Maar ze via de Instagram-account... at slimmer uh, naartoe is. Uh, nee, at moet ik zeggen. Uh, daar implementeerde zij alle tips van de slimmer presteren podcast... Dus ik ging haar aanmoedigen en toen zag ik daar op het parcours een, uh, een vrolijke atlete, Janine Lubbe. Uh, blijkbaar, ik zag haar voor het eerst in levende lijven. Zij luistert ook naar de podcast. Iemand naast mij wees gelijk. Ja, die loopt altijd met felrooie lippenstift. Daar kun je aan haar, haar aan herkennen. Zij was in 2022 Nederlands kampioen op de lange afstand. En zij liep daar op kop. Zij won de Gelderman bij de dames. En uh, ze liep ook met zo'n band. Dus ik heb even een berichtje gestuurd. Hetzelfde vraag, als Janine. Uh, waarom, uh, hoe, wat. Zij schrijft: Nou, ik kwam er zo'n twee jaar geleden mee in aanraking. Uh, in de triathlonwereld. Zelf heb ik nu dik een jaar met plezier zo'n band in gebruik. En ik ben hem gaan gebruiken om af te koelen tijdens de run. Bij warme races gebruik ik de band vrijwel altijd. En tijdens trainingen eigenlijk nooit. Iets met train hard, race easy. Oftewel, ze gebruikt hem alleen bij wedstrijden. Uh, omdat ze denkt dat die helpt bij het koelen. Nou, nu even een bruggetje naar die vierde vraag. die ik zowel aan Jury als aan haar stelde. Zie je ook nadelen? En dan schrijft ze ook meteen. Nou, nadeel vind ik de gevoeligheid van de steentjes. Mm. En de steentjes van de band die zorgen dat de verkoeling moet. moeten wel nat gemaakt worden voor de werking. Dus bij de verzorgingsposten gaat er standaard een beker water tegen die band aan. Laten we dat dan even gebruiken als inleiding uh, om nog één keer terug te schakelen naar Jury. Die vroegen we ook: zie je nog nadelen? En dit is wat Jury daarover zei. Ja, Het enige nadeel wat ik aan de band soms zie, is dat hij heel snel ja, een soort van kapot gaat. Soms gaan die steentjes nog wel eens kapot met reizen of dat soort dingen. Dat is wel het enige nadeel. Maar vader res, ja, zou ik hem eigenlijk bijna altijd wel aanraden als je naar warme, warme races gaat. Het effect is nog niet helemaal 100% bewezen, maar ja, het is in ieder geval beter dan niet. Um, en ik mag ook zo gelukkig zijn dat ze mij een aantal hoofdbanden en een aantal producten van hun hebben opgestuurd uh, laatst. En, ja, dus ik ben ook wel heel blij dat ik uh, met zo'n mooi uh, merk op mijn voorhoofd mag lopen. Uh, ziet het er mooi uit? Weet ik niet. Werkt het? Ja, 100% wel. Ja, voor jou, Jurie. Die is overtuigd. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Overigens, ik heb Chinine ook nog even gevraagd. Chinine heeft hem zelf gekocht, ja, hè? die heeft leuk. hem dus niet gekregen. Um, en, en dit is wel volgens mij de crux. Ik zei aan het begin van de aflevering al, dit is een soort van de essentie van de slimmer presteren podcast. Want inderdaad, als je Jurie Keulen bent, je krijgt een, een zak van die dingen opgestuurd. En inderdaad, wat jij zegt, Guido, je ervaart er geen nadelen van. Prima. Maar nou ben je ja. Gerrit Heiko, Jurgen van Tevel, of een van de vele luisteraars. Uh, ja. Doe je recreatief uh, maar serieus aan duursport. En sta je voor de vraag: ga ik 320 euro uitgeven? En ja. niet alleen 320 euro, want iedereen zegt dan meteen, inclusief de fabrikant: ja. die dingen gaan hartstikke snel doe, kapot. Doe maar een reserve setje extra. Dus erbij. Uh, ja. doe maar een setje extra. Ja, weet je, ik heb dat ook. Ik had het op, uh, toen ik het voor het eerst gebruikt had, ...dan even een foto'tje gemaakt of het Insta-verhaal gezet. En je, daar krijg je dus wel heel veel reacties, kreeg ik wel, van mensen die dit interessant vinden. En de vraag hebben: van, is het de investering waard? Precies. Werkt het, werkt het echt? Ja. Nou, eigenlijk heb ik gewoon dezelfde, hetzelfde antwoord als wat ik aan Juri ook zou geven als hij dat zou vragen en hij zou hem willen gaan gebruiken. Dat is, je, hè, je moet het. Je, je moet het zelf uitproberen, uiteraard, maar dat is al niet zo makkelijk. Maar ik heb het er zelf uitgeprobeerd en het, het voelt echt cool. Of het, nou ja, of, het, of het substantieel echt bijdraagt aan je hele koelingssysteem, dat weet ik niet. En dat kunnen we ook denk ik niet. Uh, nee, vaststellen. En we weten dus, daar was jij niet bij me, dat weet je wel, die hebben hem ook gelezen. De eerste studie, mm -hmm. en ja. één studie is geen studie, maar de eerste studie vindt geen meetbare nee. effecten. Nee, maar dat is, weet je, ja, als je denkt van, ja, ik ga iets op mijn hoofd doen en dan ga ik kijken of, dat, of ik daardoor mijn kerntemperatuur minder snel kan laten toenemen. Dus alleen ja. dat, ja, dan kan ik van, van tevoren eigenlijk al wel voorspellen. Dat ga je niet meten. Dat is gewoon zo'n klein deel, dat ga je echt niet daarmee meten. Maar als het voor je gevoel um, je, je hoofd koeler geeft en je vindt dat prettig, dan is dat voor, weet je, dan, dan is het misschien toch wel. Um, nou ja, misschien wel minder dan een procent uh, effectief daarvoor. Ja, en dat kan uiteraard. als je, um, als je een uur loopt. En het, is, en het scheelt je een procent. zijn dat 36 seconden. Ja. Maar was jij niet. Uh, volgens mij heb jij het mij ooit verteld. van je kan net zo goed. Uh, of een, een spons uh, onder je nou, pet leggen. of achter je haarband. Als mag we nou, je nou een uh, Memphis Depay. haarband, ook modieus. Uh, als we die nou eens de hele race gaan nat houden met bekertjes water bij de verzorgingsposten. Ja, en hoe lang duurt dat, denk je? Ja, heel kort, denk ik. Die warm sneller op. Ja. 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 Ik heb dat natuurlijk op Hawaï ook al vaker met, met uh, uh, atleten gehad. En daar staat ook dan een ijs langs de kant voor zolang het duurt. En mm. op een gegeven moment is dat ook niet meer. Maar als je dat zeg maar zo, je graait in die bak, je doet het in je pet, ja. bijvoorbeeld. En je zet die pet op je kop. Je bent nog geen kilometer verder, alles is weg. Ja, alles is al weg, ja. Alles is weg, is ja. al gesmolten en de temperatuur is eigenlijk weer vloep omhoog. Maar dat en het, het... Slimme, het slimme van deze is eigenlijk, je moet deze ook nat houden. Het is niet zo dat je dat binnen vijf minuten, dat dat weer helemaal droog is. De werking, het koele gevoel op je voorhoofd blijft langer doorgaan. Mm -hmm. wat, ik, wat ik eigenlijk merkte toen ik gewoon een half uurtje buiten ging lopen met dat ding. Dan, denk, dan ga je daarop letten. En dan ga je een beetje je voorhoofd zo een beetje voor fronsen. Dan beweegt het een beetje. En dan merk je, hé, hey, wacht. Maar als ik het een beetje in mijn voorhoofd zo beweeg, dan voel ik steeds wat meer koeling. Hè? Dan is de huid, als je, als je een ijsklontje op je huid houdt, op dezelfde plek, op een gegeven moment ben je daar een beetje aan gewend. Ga je bewegen, dan is het overal koud. Grappig. Ja, ja. Ik, ik kan het me het toch ja. niet aan de indruk onttrekken, mannen. Het, het zit wel erg in de hoek van de neuspleisters. En ja, maar die zijn een stuk goedkoper dan Nou, maar... dat bedoel ik. Ja. He, die neuspleisters, daar liep ook op een gegeven moment iedereen mee. Gingen wetenschappers ook proberen te kijken. Uiteindelijk werd er ook vastgesteld, het doet eigenlijk helemaal niks. Maar als je het fijn vindt, je hebt een goed gevoel bij je geloof erin, moet je het vooral doen. Want dan he, mm -hmm. heb je de baan. Maar dan betaal je inderdaad even wat anders dan ja. meer dan 300 ja, euro. Ja, ik denk dat je moet kijken naar um, uh, het gebied waar dit op werkt. Je koeling. Ja. En, en als de koeling goed werkt, dan kun je eh, risico's op uitvallen gewoon beperken daarmee. Hè? Weet je, dat, dat is een beetje het gevaar wat kan ontstaan. Je ziet, eh, je ziet heel vaak mensen gewoon door oververhitting uitvallen. Ja. Die een beetje brrr, ja. over het parcours gaan ja. en dan bam, einde, einde oefening. Nou, dan wil ik niet zeggen dat je dat hiermee kunt voorkomen, maar nee, ik wil zeggen, niet... we moeten dus eigenlijk met z'n allen, want dit zal groeien, hè? zeker na wat iedereen op de Olympische Spelen heeft gezien, zullen He, dat, dat, Martin Bredijk riep toen al, ze staan op de kantoren van Omius vast te dansen in ja, ieder geval. Ja. Dus uh, het is dus eigenlijk wachten op de eerste hitte-uitvaller met zijn band op zijn kop. <laughs> waarbij Jurie Keulen er bijna in was in Singapore. Nou ja, het, het, ik zeg al, het is niet te voorkomen. Um, maar uh, wat ik al zei, ja, Hitte is wel een, een factor die steeds belangrijker wordt. Steeds meer wedstrijden zijn met, met hoge temperaturen, lange wedstrijden ook. En daar is de strijd tegen de stijging van je temperatuur, je lichaamstemperatuur, toch een, een hele belangrijke. Ja, ja, het, ja nou ja, nu, nu je het zo noemt, Gerrit, denk ik, dus is er een kans dat je zelf gaat foppen, uh, dat je je kerntemperatuur stijgt gewoon flink? Alleen jij, omdat jij het gevoel hebt... mijn hoofd is nog cool... dat jij eigenlijk tegen een hitteberoerte aanloopt... Eh, zonder dat in de gaten te hebben, zeg maar. Dat ineens dan die klap kan komen. dat is een vermoeden wat ik heb. Dat zou kunnen. Ja. Maar achteraf ik, dacht ik... Ik denk het lichaam is daar nee. nou veel te slim voor. Nee, of, ja, maar luister. Uh, wat ik jullie natuurlijk beschreef... maar ja, daar was de hele dag al aan de hand. Dus ik denk niet dat het aan die band ligt. Maar ik had in die specifieke wedstrijd in Venendaal wel een rare... Gewaarborgen oh ja, dat, ja. dat ik een soort heel vernauwd bewustzijn had, ja. ik had een hele kleine wereld, ik kon niet met mensen praten, ik kon niet gezellig doen onderweg, ik kon alleen maar lopen en door naar de finish. Maar dus ik heb even dit gedacht: ik dacht, ja. oh ja, heb ik mezelf nu op een plek weten te krijgen waar ik niet had kunnen komen als ik helemaal warm was, maar omdat ik me zo koud voelde dat ik dieper kon gaan dan ook gaan. Dat zou een mooi verhaal zijn. Waren het niet ja. dat ik dat op de fiets ook al ervaarde. Ja. En eigenlijk, ja. s ochtends voor de zwem ook ja. al ervaarde. Dus er was die dag met mij iets aan de hand, waardoor. Oh, dat was, was er ochtends toen je opstond iets thuis gebeurd? Nee, dat niet. Ja. Maar. Ja. Nee, nee, nee. nee. Maar dus, dus ik zou willen dat ja, het was. Precies. Ik kan die redenering volgen. Ja. Maar ik denk niet dat ik dat kan onderschrijven. Ja. Nou ja, kijk, ik. Ik vermoed dat deze band het grote publiek nog niet gaat bereiken. Nee, dat denk we... jij niet dat in die knosgekke marathon in ja. Rotterdam. die mensen ja. hebben al 150 euro betaald. die dan 5 Ja, precies. 4 euro per kilometer. Omdat vijf uur over die marathon gaan doen. en dan uiteindelijk. Uh, ja, op een warme uh, aprildag. daar uh, de, de, ja, tegen ja, de hitte... staan. Ja, we kennen bekend Rotterdam. mensen het opeens plots weer. Maar We gaan het zien. Ja. april 2025 Rotterdam Marathon. honderden van die <laughs> Omiusbands. Nou, kijk. Je, waarom doe je dit? Omdat je eigenlijk niet de tijd neemt in een wedstrijd om je goed te koelen. Hè? Want je ja. zijn even veel verzorgingsposten. Ja. En dan kun je ook even stoppen en een be bekertjes <laughs> water over je heen gooien. En dus dan daar heb je dan, daar moet je wel tijd voor nemen. Ja. Als je, voor, als je, als je eh, strijdt voor de prijzen, en het gaat om elke seconde, dan ga je niet even stoppen om even ijs te pakken en en be bekertjes water. Dan race je door en dan probeer je wat water eroverheen te gooien en door. Daar gaat het dan om, hè? weet je. Dat is... En de meesten, ja, die denken, ja, die paar seconden maakt me ook niet uit. Dan, ga ik, hè, dan koel ik wel even beter. Dus dan is dat niet zozeer, ja, dan zal dat niet het publiek zijn die dit gaat kopen. Hopen wij, hè. Hopen, dit is een hoop nee. die wij uitspreken. Ja. En uh, dan, dan moeten ze maar goed luisteren hier uh, naar deze podcast. Let op, in, uh, in oktober. Wat ja. dan? Hawaii. Ja, ja. ja, zeker. Uh, voor ja. mij is het al één Is dat een op de drie, uh, las ik ergens. Toen. Hawaii is het wereldkampioenschap ja, lange Uydenman. afstand triathlon. Wereldkampioenschap ja, en Uydenman. daarvoor, september, is het, uh, is het voor de vrouwen in Nice. En ah. daar kan het natuurlijk net zo heet zijn. Ja, ja, ja. zeker. Nee. Dus, dus kunnen wij concluderen, want daar moeten we nu naartoe: deze koele hoofdband. Behoorlijk interessant voor atleten die strijden om de, prij om de prijzen. Ik denk dat dat een, een interessante <laughs> ja. stelling is. Ja, ja. Jurie Keulen wordt eerst in Singapore. Janine Lubbe wordt eerste bij de Gelderman. Dat zijn <laughs> mensen die op dat niveau... Dus <laughs> niet hetzelfde mooie. niveau, Guido. Maar in ieder geval... Nee, mee op, om het podium. Ger Gerrit Heikom wordt nee. zevende. Ja, Gerrit wordt, Heikom wordt zevende... Ja. Toch, ja? Heikom wordt zevende bij dan. de mannen boven de veertig in Veenendaal. Wow. Moet ja. dus niet ah. met zo'n ding gaan lopen. Nou, Anders wordt hij achtste. Maar ja, boeien. Ja. Ja. Oh... <laughs> ja, we, we houden het veld in de gaten. Misschien komt er ook wel een concurrent op de markt... die ja, het net die even veel anders aanpakt. Of, uh, ja, zeker. Of, ja, uiteraard, ja. Weet je, er komen, ja. Ik denk dat er steeds meer spelers op de markt van de koeling komen. Ja. Hè? We, nu zit het op, op het hoofd. Maar um, we, dat kan natuurlijk ook allemaal in kleding komen. Ja, hè? ja. ja en dat, dat ja, zei we ook al. Je zou ja. natuurlijk wel heel boeiend zijn... als je inderdaad dit soort vierkantjes in een shirt moet voorstellen dat je dan dat shirt nat maakt, ja, dat dan gaat helemaal dan dus kapot. Koud... ja dat is waar, gaat wel helemaal kapot. Maar, nou, daar verzinnen ze dan iets op en, uh, <laughs> en dat je dan dus een koud shirt hebt, dat zou natuurlijk ja. wel lekker zijn. Ja, maar ja. misschien hoeft het helemaal niet met, met klontjes. Kan je het gewoon met plaatjes uh, verwerken in uh, ja, met in, hele kleine textiel zelf. Ja, 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 ja. leuk. Ik had nog één oh, Ik wilde het net op die, gaan afsluiten. Die pet. Uh, op de en ik vroeg me af: jij zit misschien dichter bij het uh, NRC, NSF, Vuurteam NL? Ik weet, in de aanloop toen naar Tokio. Toen heb ik wel eens een keer contact gehad met ze in, uh, voor, voor Sportlabs van. Wat is nou het meest innovatieve waar jullie nou aan bezig zijn? Ja, ja. Toen kwamen ze van: ja, we zijn bezig echt met een, een cool cap. Ja, ja. Ik denk: nou, daar da, da gaan we het wel oh. meemaken. Dat zou dan de pet, een pet. Die volgens mij zat daar dan een bepaald uh, ja, spulletje in. Freon, ja. net zoals in je koelkast. Ja, zoiets ja, denk ja, ik. Ja, ja iets ja, ja. iets soort gelijks. En uh, nou, ik heb dat toen inderdaad wel gezien. Abdi volgens mij had hem op, maar ja. Uh, en ineens dus een paar jaar later, Parijs heeft niemand die die pet meer, maar zie ik dus een paar atleten met, uh, met de Omius haarband. We, weet jij daar meer van? Wat is daar gebeurd of ja? ja dat dat uh, uh, ik... Dat is het bedrijf, en ik denk dat, dat ik wel weet wat dat is. Die, die, doen nog, die zitten nog steeds in de koelingproducten. Mm -hmm. Maar dat zit dan meer zeg maar, op het gebied van arbeidsgezondheid. Uh, en dus bij de defensie, de brandweer. Allerlei beroepen die heel erg uh, veel blootstelling kunnen krijgen aan hoge temperaturen. Ja, dat is ook en een veel grotere markt ja. dan top 3 Ja, uiteraard. Ja. Ja. En, en die hebben heel veel kleding aan. Ja. Ja, en die, niet, die komen niet langs ja. verzorgingsposten om ijs erin nee. te stoppen nee. dat hebben ze allemaal niet dus die moeten ervoor zorgen dat je door bepaalde um, slimme technieken en dat kan die stof zijn die dan meer en langdurig als ze nat is geweest uh, warmte of koude uh, afgeeft mm -hmm. en warmte onttrekt ja dat, dat, daar zit het meer in en ze hebben ook volgens mij vanuit Jumbo uh, nee visby, visby, visby. Visby. ja <laughs> Werken ze daar ook mee in hun kleding. En ah, hebben ja. ze daar ook gewoon stukken in de wielerkleding verwerkt waarin dit zit. Ah, okay. En volgens mij dat is dat bedrijf Inutec. Ah, Oké. Okay. Nou, oh. Ook uh, niet gesponsord. E, denk jij dat wij uh, het komende jaar ook fietshelmen met suikerklontjes erin gaan zien? Denk het niet hè? Te kwetsbaar. Nee. Ja, je moet wel windstroom en je moet het ja. nacht maken. Dus je moet ja. het wel. Hè, je moet die, en contact die helm... met je huid. Ja. ja, is niet te doen. Nee, um, we gaan aan ja. Over wielrennen gesproken. Volgende week uh, gaan we de diepte in met Rob Lammers. over uh, innovatief onderzoek wat hij doet in het wielrennen. En, ik heb de titel al gezien, de zegen van de vermogensmeter, Jurgen. Oh, nee. <laughs> Mooi, niet gekke worden. Speciaal voor jou gedaan. Uh. <laughs> Pak de oh, agenda erbij, want uh, volgend weekend, 14 september, zijn we met de teamcompetities, finale weekend in Roermond. Dus mocht je triatleet zijn, mocht je meedoen in de teamcompetities, divisie Noord en Zuid. Iedereen... Doe je wat? Uh, ja. Zeker okay. na deze aflevering dus doe ik hem op. Hij, op. hij is te herkennen aan zijn haarband. Ik ben te herkennen aan mijn shiny haarband. <laughs> en zijn sokken We gaan, toch, en sokken, We niet, gaan dan. toch zeker ja. 2,5 kilometer keihard lopen met dat ding. Dus uh, zeker. Ja, ze, zeker doe ik hem op. Want dat is een goed verhaal op de barbecue daarna. Dat <laughs> wordt hartstikke gezellig. Uh, weekend daarna, Dam tot damloop, Spiekeren. Ook uh, leuk, misschien zie ik je daar. Op, op. Ook op, ja, Als speaker, altijd. ja. Kan het ja. ja, ja, ja. lelijk warm worden hoor. Daar. Nee, dan heb ik geen ja. wind, uh, windflow. Uh. Jawel, je moet blijven wandelen. <laughs> ja, langs dat podium. En uh, dan is het natuurlijk uh, daarna 6 oktober de Kustmarathon Zeeland. Zeker en dan, doen. Ja, en dan, ja. Nou, het wordt voor mij Dan waait het helaas. wel. Ja, ja. ja. dan uh, waait het altijd. Wij waren dus gister bij, gisteren aan bij de ZLM. Donderdag 5 september hebben we een mooie kennisquiz gedaan met alle deelnemers aan de Kustmarathon Zeeland. En, wow. uh, ik ben wel enthousiast geworden, Jurgen. Ja, Wanneer ja. is de eerste zeevee-kustmarathon geweest? Ja, die heb jij gedaan, toch? Ja, en de tweede ook. Oh. Ja, het, het wordt de 21ste editie dit jaar. En er zijn ja, er... het is de meest mooie marathon die je kunt hebben man dat is strijd leveren in die laatste helft geweldig oké okay, dan zeggen we bij deze Jurgen als ja, wij over als een jaar wind, nog bestaan als die wind gunstig staat dan wil ik er wel eens over gaan jij nadenken. doet alleen aan een wind mee, ja. mee. Ja, ja. <laughs> dat kan is... niet ja, dan nee, moet je hè? gaan draaien hè? dan ja. moet je tijdens de race ook nog gaan draaien nee je moet hem echt vol op dat laatste stuk vanaf Westkapelle richting Zoutenlanden, beuken tegen de wind in over die duinen. Nog een trap op, een trap af. Ja jongen, mooier krijg je het niet. Kijk, hey, en gisteravond hadden we nog... jouw het leedte Nelleke Baldé erbij. Dus oh, uh, je krijgt de groeten. En, mooi. Uh, groeten aan alles jongen. Belangrijk, Jurgen, zullen we bij deze zeggen? En we hebben dan ook nog, dat vergeet je nog... Monique Verschuren. Monique Verschuren zeker, dat is uh, winnares ook hè, van de kustmarathon, toch? Precies, ja. die ramt hem daar helemaal doorheen. <laughs> Lekker, Kino, je wordt enthousiast. Wat ik al een paar keer probeer te zeggen... Als wij volgend jaar 2025 in het najaar nog bestaan, en waarom niet? Hè, met al die vrienden van de show en alle activiteiten. Zullen we dan net zoals vorig jaar in Brabant met z'n allen naar de kustmarathon in uh, Zeeland ja. gaan? Kun je ook een halve doen daar of niet? Nee, het is een niet. Ja, alles dat moet ik. <laughs> Dan moet je wel met de bus terug, maar het begint niet. Ik denk nou, dat... En dan gaat het op de tweede helft, hè? Ik denk dat ik in de aanloop geblesseerd raak, maar... Uh, weer. tegen uh, die in tijd overeen. weer eens een marathon. Ja, je hebt notabene een huisje vlakbij ja, Zeeland. Vlak ja, Zee vlak ja, Zee ja, zeker. Lijkt me fantastisch. Maar het is wel... Vlakbij Zeeland, Zee Ja, maar het is wel ineens een, niet zomaar een marathon. Dit voelt als een, 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 een trailrun van, weet ik het, van 50, 60 kilometer als snel. Nee. Nee? Misschien moeten we het opdelen, want ik kan okay. ook geen hele loop... Misschien een Vette, ja. Ja. Precies okay. met een team. Ja, of ik ja, fiets man. met je mee, leuk. nee, dat komt... leuk. Het, lijkt me, het lijkt me inderdaad een fantastisch mooie marathon. Nou, dat is nog ja. ver weg. Ja. Tegen die tijd zitten we tegen aflevering 242 aan te kijken, dus uh, okay. nou, iets minder. Misschien zijn er wel hele nieuwe gadgets op de markt <laughs> die, zeg, ja. die mij zo dusdanig helpen. <laughs> dat, dat kan het je nog is vertellen. Makkelijker volgen. Ja. Nog in, de, in het kader van deze uh, aflevering. Ik heb ik denk in 2007 daar gelopen met een cool vest aan. Oh, oh, okay. Toen al. Toen, ja. toen al. Ja, had jij een cool vest. Oh. Hey, luister. Ja. Ik heb uh, die eerste twee afleveringen van het geëvalueerd. Dus zei ik tegen Jurgen. Wij moeten proberen om terug onder het uur te komen. Hmm. Ik stel vast dat het deze week nog niet gelukt is. Dus sorry, lieve luisteraars. Ja. We gaan het volgende week nog eens proberen. Ja. Ik had even met dit enthousiasme over de kustmarathon geen rekening gehouden. Ja, sorry. En ik moet nog vertellen: je kan ons vinden op Instagram als Podcast. Op LinkedIn als de slimmer presteren podcast. Ga ons vooral even volgen. En dan heb je iedere vrijdag in de gaten waar de aflevering van die week over gaat. Ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Kun je comments achterlaten, vragen, challenges, eigen ervaringen delen. En nog belangrijker, de link van die pagina pakken en rondappen, ronddelen met iedereen die het maar zou moeten horen. En als je vragen, opmerkingen, rectificaties, hate mail, love mail, alles wat je kwijt wil, kan je sturen naar post@slimmerpodcast.nl. Zo, die moest er ook nog even uit. Ah. Tot zover Jurgen. Ja. Wat een enthousiasme. Oeh. Ik kan wel een cool bandje gebruiken. <laughs> Wat goed dat je nog steeds luistert aan het eind van deze aflevering, waar je, zoals je gewend bent, een luistertip krijgt uit ons rijke archief van al meer dan 190 afleveringen Slimmer Presteren Podcast. Jurgen, een interessante gadget, uiteindelijk met als doel de warmte te beheersen. Ja, ja. Daar hebben we het vaak over gehad, Het viel al in de aflevering. Welke aflevering gaan we mensen naar doorverwijzen? Ik zou sowieso het dan zeggen, we noemen haar naam aan, Puk Alkemade, aflevering 152. Uh, ja, Puk is gepromoveerd op dit onderwerp, heeft de proefschrift geschreven, heeft vier, vijf jaar van haar leven besteed aan het uitzoeken. Waarom ja, het, het presteren in de warmte toch zo ingewikkeld is en hoe het lichaam daarmee omgaat. Dus uh, die, ja. die zou ik absoluut aanraden. En waar we het in die aflevering met haar veel over hebben, is verschillende koelstrategieën. Cool ja, van zeker. buiten, van binnen, ja. veel praktische tips.